Ja, een heel zwaar leven. We horen daar straks iets meer over, neem ik aan, Willemien. Ja, ik zal daar openhartig over vertellen. U luistert naar Business Club Radio. En we hebben vanavond als gast Willemien Vreugdeheel. We hebben teruggekeken naar het afgelopen jaar. Als we nou kijken naar bedrijventerreinen, we gaan er eventjes op door. Is dan de volgende is Stroet, geloof ik, hè? Ja, we hebben net teruggeblikt. Hè, en, ik heb verteld over dat het uit Laar uitverkocht is in Beta 12. En afgelopen jaar 2017 is ook het jaar van dus vooruitkijken. In regio Food Valley hebben we daarvoor met onze 8 partnergemeentes een nieuwe visie op bedrijventerreinen gemaakt. Mm-hmm. En dat is heel goed gegaan. We hebben elkaar niet gekannibaliseerd, want dat gebeurt nog wel eens. Hè? Ja, dat eigen grond eerst. Heel erg, ja. Maar dat is niet gebeurd. Sterker nog, we hebben echt de handen in elkaar geslagen en richting Gelderland, de provincie in Utrecht, aangegeven van joehoe, we zitten hier in regio Food Valley. We zitten hier in een groeiregio en niet in een krimpregio. Ja. En dus we hebben met z'n 8 voor elkaar gekregen dat we enige groei mogelijk kunnen maken. En voor Ede betekent dat we daarvoor het grote 22 hectare tellende food en business park hebben kunnen vaststellen. De raad heeft dat gedaan. Voormalig de Klomp Oost, maar dat klonk niet zo sexy, dus moesten we een mooie naam voor bedenken. Mm-hmm. En nu het Laar is uitverkocht, kunnen we gaan beginnen met de voorbereidingen voor een uitbreiding van de Stroet in Lunteren. Dat is ook een lang gekoesterde wens van ondernemingen daar. En ook in Ederveen kunnen we een burgerinitiatief van ondernemers gaan honoreren. Er komt dus ook in Ederveen een klein bedrijfterreintje. En als dat uiteindelijk allemaal verder gaat, dan zien we gewoon dat de groei door kan zetten. En wat we ook hebben geconstateerd is dat doordat we enorme partnerschappen zijn aangegaan, ook met de ontwikkeling van de retailvisie bijvoorbeeld en het beleid op perifere en grootschalige detailhandelvestigingen, dat ondernemers zich ook meer zijn gaan organiseren. We hebben nu bij de Lorentstraat bijvoorbeeld enthousiaste winkeliers die samen een vereniging gaan vormen. Of eigenlijk waren ze dat al heel lang, maar ze hebben het stof eraf geblazen en zijn weer met nieuw leven erin gestapt. Precies. En we zien dat winkelcentra, naar aanleiding van de retailvisie die we in Ede hebben ontwikkeld het afgelopen jaar, dat die ook super enthousiast zijn en de handen in elkaar slaan. Dus ik ben ongelooflijk tevreden wethouder EZ als ik terugblik op 2017 en eigenlijk ook de jaren daarvoor van 14 tot 17. De periode dat ik dit mag doen, zie ik gewoon een enorm enthousiast en prachtig bedrijfsleven. Met fantastisch enthousiaste ondernemers. Nou ja, business event ben je ook geweest. Nou, ik ben gewoon iedere keer weer echt totally impressed van wat we hier dan allemaal in Ede huisvesten. Mooie dingen hebben, hè? Ja, en een verborgen parel. Nou ja, dat. Het is vooral, hè, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar we hebben zo vreselijk veel mooie ondernemingen om voor het voetlicht. En dat doe jij denk ik heel erg goed ook met dit programma. Om gewoon zichtbaar te maken wat we aan prachtige parels hier hebben. Klopt. En nou is het natuurlijk ook zo dat er in Veenendaal een consolidatie van ondernemersverenigingen heeft plaatsgevonden. En nou zou dat natuurlijk hier in Ede ook kunnen gaan gebeuren. Dat heeft allerlei voordelen. Ja. Hoe staat het met bijvoorbeeld dan die benadering van duurzaamheid en zonne-energie en dat soort zaken? Ja, je ziet dat in Ede ook de bedrijvenkringen, het Edes Bedrijvencontact en ook de verschillende ondernemersverenigingen ook daarop in hebben gezet. En die zijn zelf ook aan de slag gegaan met energiebesparingen bij hun bedrijven. We hebben ze ook een plan van aanpak voor bedacht. En die consolidatie is ook iets wat ik wel zie. En ook in de regio Food Valley. Geweldig. Nou, we zullen het allemaal zien het komend jaar. Maar we gaan eerst even luisteren naar Toon Hermans. Hier is hij met Stiletto.